Yo mensen, daarom is gelukt nu video van mijn kanaal. Dit is al de tweede episode. Allee, ja, soort van. Ik had vrouwelijk een video eigenlijk opgenomen, blijkbaar werkte mijn micro er niet in. Dus ik weet echt, ik hoop echt dat het nu aan het werken is. Dus ja, dan hoor je dit. Als je niet, dan hoor je dat natuurlijk niet. Wacht eens, snel zien mocht, hè. Oké, nee, normaal moet je mij horen, maar. Dus ja. Dus eigenlijk is dat nu van één aflevering naar twee aflevering. Heel veel gebeurd zie. Dit is op zich veel gebeurd, want ik heb echt gewoon wat dingen gemined. En het is jammer, want ik had een Netherwart minion net gefixt, gemaakt. En ik vind het dom, want nu hebben jullie het niet gezien. Maar ik had dan de techniek gedaan. Maar ik heb gewoon eigenlijk op dit account vooral dit te doen. Zo heel het. Hup, die minions te collecten. Ik heb me niet echt iets zitten upgraden. Oh ja, ik heb juist ook zitten upgraden. Ik heb juist nog niks, niet echt veel andere dingen gedaan. Dus ik echt een beetje wat ik heb te doen, de hele tijd dit. Er was ook even een sneeuw-event, dat ik hier eerlijk iets heb gedaan, waardoor ik echt wel wat geld heb verzameld. En wacht, ja, kijk, zie, moet ik mijn Enchanted Golden Carrot doen, en dat wil ik tonen aan jullie. Kijk, en daar maak je door 1, 2, 3, 4, 5. Eigenlijk moet dat gewoon 32 zijn, en dan maak je daar zo eentje van. Maar omdat dat nu 64 is, overal maak ik er 2 van. Wacht, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wacht, ik nog hierin? Oh, volgens mij. Wacht, oh, kijk, zie, dat is eigenlijk ook met 32. Nee, ik moest er nog eentje maken en dan had ik genoeg enchanted carrots. Ja, dat was jammer. En met dit en met mijn seeds gewoon eigenlijk. Ik heb ook heel veel wat dingen gedaan. Wacht, hè. Ik heb eigenlijk. Hier, dit armor. Farm suit. Dat is echt makkelijk om te maken als met hei en zo. Maar dan had ik op de shop gezien, dit. Ik weet echt, volgens mij heb ik echt slechte aankopen gedaan hier in die Goblin Helmet. Maar dat geeft u echt gewoon veel HP. Zoals je kan zien, helft. Maar dat geeft u echt geen defense bij. En ik heb echt gemerkt net dat het echt deep defense goed is. En ik heb dit van de Auction House gekocht. Een Flaming Sword, mensen. 50 damage plus 20. En dit is mijn Epic Undead Sword. Dat is puur zier stijl dat dat goed is voor tegen zombies. En deze aflevering, maar is eigenlijk de derde aflevering dit toen pas. Maar jammer van de tweede. Want in de tweede had ik het trouwens nog even samengevat. Sorry mensen. Over vissen. Oh. Vissen. Dit is zo'n trein trouwens. Precies. Wacht. Zie. Hier kan je het zien. Dus als ik heb zijn vissen. Omdat ik moet blijkbaar 50 keer klei opvissen. Als ik daar die minion van wil. Want ik heb gehoord dat dat blijkbaar een mega goede minion is. Dus dat is wel zeer, zeer jammer. Wat is dat? Dat is wel zeer jammer. Want dat wist ik niet. En wat ik ook in de vorige video heb uitgelegd, is dat er een. Ik weet niet wat echt zo'n mensen. Ik ben echt deze video zit ook door elkaar aan het halen. Ik hoop echt dat dit zo wel werkt. Sorry. De bazaar. Dat pas kunt je krijgen, zoals jullie kunnen zien. Wanneer je farming level 7 zet, foraging level 7 en mining. Dus eigenlijk moet ik gewoon hout hakken, ja, farmen en minen. Wacht hè. Even snel eens kijken. Wat wordt mijn skills? Ja, hier. Dit moet level 7 zijn. Dit is echt al level 9, dus dat is oké. Okay. Dit moet ik één leveltje omhoog. En dit is mijn level 3. Oké. Okay. Maar wat ik dit ding wil doen, dus ik heb hier nu wel echt een zwaardje voor, een beetje. Zee, want dat doet meer op zombies en zo. Dus ik wil proberen, hopelijk toch, een stukje armor te krijgen van lapis armor. Ik heb expres zo weinig, veel mogelijk eraf gebleven. Mensen, dat kan ik je al vertellen. Oh ja, trouwens, en dit is allemaal stuff dat ik heb gekregen van de. Van zo'n speciaal ijsding. Dit kan ik op een minion zetten, echt cool is. Dit brengt meer geluk voor te vissen. Ik wil even spoilen zetten als jullie het echt willen lezen. Dit heb ik gekregen van een man, dit heb ik ook gekregen daar. En dit zijn wat pickaxe. Ik weet niet of ik pickaxe hierop zitten. Oké, okay, deze. Sweet axe broke sword heb ik ook gevonden. Wow, ik ga die even in mijn inventaire krijgen. Want als ik daar recht op mensen mee klik. Hup. Huh, zie, dan loop ik sneller. Jee, maar dan wel mijn maan al, denk je dan. Nee. Vergeet natuurlijk niet te liken als jullie willen. Ja, te abonneren, het is altijd gratis. Kunnen jullie deabonneren als jullie willen. Ik hoop echt dat het een beetje oké okay is voor jullie. Want ik kan er echt wel zo crappy dat het is gebeurd, man. Want nu zit er wel zo veel plaats tussen, zeg maar. En dan wou ik echt zo weinig voorkomen. Want ik wil eigenlijk een video opnemen en dan de volgende dag uploaden. Want dan. In die dag zelf, ik speelde ook al graag. Dus dan is dat niet super, super veel gebeurd. Maar dus, dit is echt stom, want ik had zelf niet eens mijn video bekeken wat dom was van mij.
En dat was zeer dom is. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Of gewoon een mic die niet aan wil gaan. Of omdat soms heb ik wel problemen met mijn mic. Dat ik met mijn ingebouwde mic van mijn computer opeens praat. En dat ik met mijn oortjes zelf de game hoor. Maar toen had ik, weet ik wel nog, dat ik was vergeten om mijn dingen aan te zetten. Sorry, hoe noemt dat? Mijn geluid stond op nul. Dus misschien is dat. Dus ja. Ik hoorde mijn stem niet, maar wel de game. Dus hier heb ik de lapis quartz. Ik weet niet of ik hier al ben geweest, denk ik. Nee, niet. En hier heb je zo'n zombies. En als je deze killt, kan je zo'n armortje setje krijgen die zij hebben. Maar dat krijg je niet altijd, dat is nog savoir. Normaal heb ik altijd telekinesis hierop, hè? Ja. Telekinesis, dus als ik hem kill, dan krijg ik zeg maar dat ding. Dus zeg maar, gelijk. Normaal zou die dat droppen op de grond. Maar. Oh, en die komen hier weer mega goede stuff. Maar door telekinesis pak je dat vanzelf op. Maar nee, die man die vindt super goed zo, ik ken dat ding. En dat blijft, die big guy blijft hier al die zombies killen voor mij. Nee, dat is niet oké. Zie, en nu gaat hij dat opeens in vishengel smijten natuurlijk. Nee, dat is echt een irritante man. Ik zie het, en ondertussen krijg ik ook echt geld van mensen. Maar ja, Duke had misschien beter eens mijn monies. Kijk, zie, dat is die flapjes allemaal aan. De armor dat ik krijg door de zombies. Oh, maar ik had misschien beter mijn dingen gedaan, man. En misschien beter, ik was al vergeten. Nee, ik weet niet. Oh ja, ik had eens beter. Nee, ja, ik had misschien beter mijn bankjes doen. Want ik heb wel echt al wat muntjes, mensen. Dat was echt een super cool event. Want hier doen ze niet. Gelijk de volgorde van echte dagen of zo. Dat is wel cool. Dus events lijkt van. Moest je like, Halloween heb ik over het laatst nog gedaan, een paar dagen geleden. En nu zo zeg was zo kerstmis. En dat was echt meer cool. Ik zei het die mensen, dat is echt cool. Maar mijn video wou het weer niet doen, hè. Anders, ik had zo'n nice video. Want ik kon daar zo cadeautjes vinden. En ik had wel dan mijn andere account, omdat blijkbaar kon ik wel op één account. En ik kon dan zo op mensen klikken en dan misschien dat open doen voor jou. En dan kreeg ik allebei het ding. En ik kon daar soms like 2000 coins uit krijgen. Op mijn andere account heb ik daar nog iets van echt 40.000 of zo van gemaakt. Dat was echt niet zo. Ik was er wel blij mee. En nu, ik ben dus nog 7 minuten bezig. Sorry, maar ik hoop dat ik het ga krijgen. Als ik deze video niet krijg. Dan ga ik even snel iets anders doen, want ik had echt een cool dingen toen we moesten dit spel spelen. Dat kunnen doen dat ik van Sen heb geleerd. Maar ja, jammer. Trouwens, bedankt mensen voor degenen die dit kijken. Ik zag echt dat er stond bij mijn analytics op mijn video dat er 12 mensen kijken die normaal gezien niet kijken. Dus ja, dat apprecieer ik wel. En dan lijkt de kijktijd echt omhoog aan het gaan. Ja! Oh, laat maar. Ik heb gewoon een zombie minion recipe. Want dat komt ook in de chat als je zo'n armor stukje krijgt. Maar dus heel misschien ga ik zelf eigenlijk gewoon moeten. Dat voor 45 wordt, denk ik. Om looting 3 op mijn zwaard te kunnen zetten. Anders. Jammer genoeg. En dan doe ik het de volgende video. Echt kut van het is gebeurd. Een beetje. Sorry mensen. Een beetje stom dat dit is gebeurd. Wel. Ik heb toch mana. Jeet. Gotta go fast. Oei. Oh, oké, okay, jammer. Nou, daarmee ben ik gewoon het level op. Ik dacht even echt dat het was gedropt. Want het is altijd zo, als er niet in mijn chat komt, mensen, wow. Mensen van, ja, is het gebeurd? Is het gedropt? Oh ja, yeah, Lazy Miner! Oh mijn god! Serieus, dat had ik al vergeten. Ik heb zo dat het zeker de juiste pickaxe switcht. Hiermee kan ik traden. Ja. Zie, ik moet hem mijne geven. En dat heb ik net gedaan. En dan krijg ik een compactor. En dat kan ik gebruiken met mijn minions. Want wat dat doet, ik ga het even snel uitleggen. Wanneer dat een minion van mij, gelijk 9, mijn kool minion, als die 9 heeft, 9 kool, en die van compactor in hem, als een upgrade, dan gaat die vanzelf dan naar een blok omzetten. Dus dat is echt mega handig. En nu ben ik even deze man al zijn zombietjes aan het stelen, een beetje. Oké, even een beetje sneller lopen. Hup, hup. Allee, kom aan, ze moeten me toch wel eentje droppen, kom aan. Mijn ze niet dat 10 minuutjes duren. Allee, moest ik looting 3 hebben? Dat is natuurlijk zoveel meer kans. Maar daar heb ik geen levels voor. Maar dat is ook wel gewoon dat ik dit doen ben. Zie mijn cash, mensen. Zie mijn purse. 400. Ik bedoel wel dat ik op het einde zeker van de video snel eens mijn bank zal tonen. Op dit moment. Volgens mij, ik weet niet wat 1000. Ik heb echt 4000. Dat chill is. Door die cadeautjes en zo. Omdat andere mensen op mij dat klikten toen. Want ik had het allemaal gebruikt. Oh, come on. Please, doe het voor de video. Doe het voor de video. Oh, Senne, kijk. Dat is mijn persoon waarmee ik mijn co-op speel.
Maar ook mijn andere account speelt mensen. Oh mijn god. Die is net gejoined. Maar allee, dat is niet met dit account. Dat mensen trouwens, voor de duidelijkheid. Ik kan niet op dit account. Misschien omdat wij bevriend zijn op Hypixel samen. Oh. Ik krijg maar geen. Ik wil het zo graag bij jullie doen. Voor jullie zien. Oké, ik beloof jullie, ik ga hier niet meer naar terugkomen. Ik ga er niet voor zorgen dat ik. Probeer er niet voor zorgen dat ik een stukje krijg. Of ik ga er voor zorgen dat ik in een video met jullie een stukje krijg, zeker. Maar ik ga nu gewoon vooral dan, denk ik, looting proberen fixen op mijn zwaard. Ik zeker de volgende. Oh, zo'n speciaal zombie. Ik zeker de volgende video met jullie kan tonen. Oh my god, deze wil ik even skillen. Dus volgens mij was ik sterk. Allee, ik bedoel van dingen. Oh, dit is zo'n stom dingetje. Nee, dat is echt waardeloos. Als ik eerlijk ben. Ja, dus je moet dat gewoon zo op je ding zitten of zo. En dat kan. Dat heeft wel een ability, maar. Ja. Oké. Okay. Even snel deze zombies hier afmaken, natuurlijk. Tja, tja. De laatste zombie. Is hier. Oké, okay, jammer. We hebben het niet gekregen, mensen. Maar. Ik ga nu ook naar mijn eiland gaan. En zoals jullie ook kunnen zien, staan er hier niet. Het staat eiland César op ons hart. Dat is mijn naam, mensen trouwens. Die compactor, wat ik nu wil even snel doen met jullie. Oh ja. Is. Denk mijn cobblestone uithalen, want ik heb echt veel te veel. Ik weet niet, dit werkt soms niet. Ja, zie, dit is echt zo gebeurd. Ik ga mijn take. Oké, okay, maakt niet uit. Anders heb ik ze bijna allemaal al uitgehaald. En ik heb de compactor waar ik sowieso eentje in ga steken al. En ik heb mijn minion, Gingerbread. Ik weet er echt totaal niet op wat ik wil steken. Ik denk, deze weed kan ik op zich mijn compactor geven. Want die heeft, die kan stacken en een blok maken. Maar ik denk kool, want ja, die kan dat. Dus ook kijk, Enchanted Bread increases. Dus dat zorgt ervoor dat je 5% sneller werkt. En voor de komende 12 uur kan per ongeluk allemaal daarin stoken. Maar mijn gingerbread, omdat, I don't know, dat lijkt mij eigenlijk zo'n warmer ding. En deze guy wil ik eigenlijk, ik wil als iets aan maken dat ik deze guy nooit wegdoe. Dat vind ik echt grappig om te doen. Nu moet ik even zien. Oh, minion slot skin. Oké, okay, mensen. Deze guy wil ik nooit wegdoen. Oh, mijn god. Oh, zo cute. Zo schattig. Oh, mijn god. Nice. Oh, dat is echt cool. Dat is echt, echt cool. What the hell. Oké. Kan ik mijn steen minion upgraden? Ah, zie. Dat kan ik normaal hopelijk wel maken. Ik kan hopelijk wel. Je weet dat is weer 1, 2, 3, 4, 5. En dan krijg ik 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3. Ah, jammer. Jammer. We hebben 5. Ondertussen heb ik ook zo ooit een mega sorteerde chest doen. Echt super gesorteerd, weet je. Wat ik ook al dan ga binnen doen, is storage proberen fixen voor mijn villagers. Minions. Dat heb ik volgens mij in de video die niet is gekomen op uitlegd. Dat is zo lekker een chest daar je op naast kunt plaatsen. En dan gaat dat zeg maar. Zij, dat is lekker een chest dat zij gewoon gebruiken. Als ik het zo zeg. Chest voor hun gelijk. Dus dat is wel het coole daaraan. Oeh, een spin. Nee. Nu ga ik eens mijn bank tonen. Mijn geld op de bank zetten, mensen. En dan ga ik hem afsluiten. Maar, lekker kan zij. Alsjeblieft. Jullie mogen liken. Ik hoop echt dat jullie deze video's leuk vinden. Ik apprecieer er echt altijd als jullie het in de comments zetten. Oké, okay, laat jullie zien. Ik heb nu, in de chat, 3.1k. Om precies te zijn, 3.197k. Yeah. Oh yeah. Sorry. Nee, dat is oké. Okay. Ik ga het even uitleggen nog steeds wel. Oh, wat is er aan het gebeuren? Oké. Okay. Ik ga even uitleggen. Dus ik heb zo'n ene techniek, alleen techniek. Dus dat zijn er mij verleerd. En dat is, zeg maar, kijk, ik wil hier die netherwart. En wat ik dan doe is, ik mine deze netherwart. Oh. Ik mine deze netherwart allemaal. Hup, hup. En dan stel je voor dat is ook, maar hij wil iets nieuws. Wat hij dan doet is. Allee, ik ga het nu even niet voor doen, maar ik ga het ook uitleggen. Dat is echt een ziek goede hack, man. Ik zeg, allee, hack. Het is gewoon echt een cool beetje om te doen. Dus wat hij dan doet is wanneer daar vol zit. Ah ja, hier is zo dit ding. Zo, dat moet je ooit checken uitleggen. Fairy Tales, Fairy Souls. Dus kijk, dan hakken ze allemaal. En dan uiteindelijk gaat de wanneer dat allemaal weg is of zo. Wat je dan doet, is, ga terug naar je eiland, wat ik nu gewoon even ga doen. Ga terug naar je eiland, en dan doe je weer slash hub. Dan ga je weer naar de hub. En dan kan het naar een nieuwe hub zitten, waar dat veldje nog niet is gehakt. En dan heb je dat, kun je dat weer hakken. Dat is echt een goede tip, man. Ik zeg het jullie, mensen. Ik heb trouwens een, dus jammer genoeg, hier mijn netherwart minion gemaakt de vorige keer. Die had ik geen zin om te plaatsen. Want je moet zoveel minions maken of upgraden,
voordat je een nieuwe minion kunt plaatsen, want je hebt een maximum aantal minions dat je kunt plaatsen. Dus dat is het eigenlijk een beetje, mensen. Dat was het eigenlijk een beetje, mensen. Oké, dan ga ik, oh, een beetje op de achtergrond. Dan ga ik het hier afsluiten. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren met Jerry op de achtergrond. En dan hopelijk zie ik je bij de volgende video. En dan hopelijk gebeurt het nooit meer dat er zoveel verschil is. Later.